Hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van Gelderland Helpt in dit nieuwe jaar. Dus ik wil u een heel goed en gezond en gelukkig 2017 toewensen. En vertellen dat we deze uitzending gaan terugblikken op het afgelopen jaar. We gaan terug naar het veteraneninloophuis in Arnhem. En ik heb afgesproken met Richard Pieper. We zijn al met 20 vrijwilligers. We lossen elkaar af. En we zijn niet aan tijd gebonden. Als iemand gaat praten en het is 7 uur 's avonds en het duurt al 5 uur 's morgens, dan gaan we praten. Ik zou natuurlijk wel een vriendin willen hebben om daar samen koffie mee te drinken en een eindje met mijn scooter te rijden. Dat is Coco. En we beginnen met Tom, die stropdassen zocht. Nou, of dat gelukt is. Zo, en hier heb ik echt zo'n zin in. De oproep voor die ontzettend leuke Tom. Voor zijn stropdassen. Kijk eens even. Dat is echt niet normaal. Wat kom ik doen, denk je? Wat kom ik doen? Weer over dat, over de stropdassen. Ja, ik kom voor de stropdassen, ja. Mm-hmm. 2 weken geleden ontmoette Angelique Tom voor het eerst. Tom is gek op stropdassen. Hij had er 20 en wilde er graag een paar bij. Oh ja. Wil jij de oproep zelf doen? In de camera. Vind je dat goed? Dan mag je hier kijken. En dan mag je tegen de mensen thuis zeggen, nou wat jij wil, maar lieve mensen, heb je nog stropdassen liggen, zoiets? Hè? Lieve mensen, hebben jullie nog wel stropdassen over voor mij? Omdat jij stropdassen wilde, is in heel Gelderland, zijn er allemaal mensen stropdassen komen brengen, opsturen. Nou, Dit zijn allemaal stropdassen. Tom! Niet verkeerd zeggen! Nee. Nou, doe nog even. Check het erbij hier. Ja. Pak dat. Hoop. 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 Ligt nog meer in de bus. Dit had je niet gedacht toen je vanmorgen wakker werd, of wel? Nou, dat is echt niet verkeerd. Oh, dit is toch onvoorstelbaar. Lieve mensen, hartelijk bedankt voor de alle stropdassen. Tom is er ontzettend blij mee. Nou, er is dus massaal gereageerd op de oproep van Tom. Ik geloof dat hij al 7000 stropdassen heeft, maar er is nog wat binnengekomen. Dus die ga ik nu naar zijn moeder brengen. Zo, ik heb nog wat er wat bij. Wagenwegen. Ja, de vraag is, hoe blij ben je daar nou eigenlijk mee? Het is te veel. Ja? Ja. Tom trekt het niet meer. Wat betekent dat? Dat hij gewoon door de bomen de stropdassen niet meer ziet. Goeie zin. Kijk, maar dit zijn echt, het is ingepakt. Wat lief. Als cadeaus gewoon, hier, voor Tom. Hier ook. Kaartje erbij voor Tom. Ach, gos, mag ik hem openmaken? Ja. Ik hoorde dat je erg veel dassen kreeg. Daarom heb ik mijn dassen anders gemaakt. Ik hoop dat je ze mooi vindt. Tom, ik wens je en je familie alle goeds in je leven. Maar vooral veel liefde. Ach, dit is toch... Ja, dat moet ik bijna vanuit. En dan zeg ik, we willen niet meer. Ja, het is wel hartverwarmend, maar dat doet jouw zoon dus met mensen. En weet je, ik kan hem die doos geven, maar het lukt hem niet meer. Hij kan het niet meer bolwerken. Het heeft met zijn handicap te maken, ja. Omdat het maar blijft komen. En dat is voor Tom, die toch ook autisme heeft, ja, dat heel duidelijk moet zijn. Ja. En straks zit ik met een verdrietige Tom omdat hij zoveel stropdassen heeft. Nee, dat is niet de bedoeling. Misschien moet jij hem openmaken. Oh. Het is wel weer lief. Kijk nou. Oh, ze heeft er allemaal iets van gemaakt. Nou. Oh, wat leuk. Oh, wat lief. Oh, kijk nou. Het is gewoon een kerstslinger. How long will I love you? As long as stars above you.
En wat ga je nou doen met al die stropdassen? Dat moeten we ook nog even weten, want Tom kan ze niet allemaal dragen. Het zijn er... Nee, ik heb voor Tom een wandkleed gemaakt. Die? Ja. Dit zijn toch geen stropdassen? Ja hoor, ze zijn allemaal stropdassen. Het is het stropdassenmannetje voor Tom. Ach, wat een liefje. En heeft hij hem al gezien? Ja, hij heeft hem gezien. Wat vond hij? Hij vond hem mooi. Hoeveel stropdassen zitten hierin? Nou, een stuk 60, 50. Toch wel, hè? Ja, want kijk, stropdas, stropdas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, ja, dat zijn er toch best wel veel. Maar dan heb je er nog steeds ongeveer 3000 over. Dus wat ga je met de rest doen? Ik ga een lamp maken voor Tom met een lampenkap versierd van stropdassen. Was die daar? Ja, ja. Ja. En op de paal komen allemaal haken, dat als hij zijn stropdas afdoet, dat hij hem op kan hangen. Wat vind jij de mooie kant aan Tom? Hij vertedert. Hij heeft hele mooie uitspraken van... Mijn lievelingsvogel is een musje, want het rijmt op kusje. En toen was hij net verliefd. Ja. Ja. Ja, hij ziet hele mooie dingen. Ja. Ja. Hij ziet andere dingen dan jij? Door hem ga je het leren zien, ja. En hij maakt heel veel mensen blij. Ja. Ja, echt. Kijk maar. Ja. Het stopt hier. Ja, het moet echt stoppen voor Tom. Ja. Maar iedereen wel heel hartelijk bedankt. Nog een high five. Hé, hey, ik vind het ook fantastisch hoe ik het gedaan heb. Jij? Ja, echt wel. Het Veteranen Inloophuis in Arnhem die zochten eten en vrijwilligers om te koken. En ik was erg onder de indruk van de verhalen van deze oud-militairen. En dit is zeg maar een stukje puur van Libanon. En hoeveel mensen komen er nou die daar hebben gezeten? Ik heb nu eentje daarvan in de opvang zitten. Want dat is wat je doet hier, je vangt echt mensen op dag en nacht. Ja. Je kan hier slapen? Ja, ik heb 6 noodslaapkamers. En waarom noem je het noodslaapkamers? Omdat die mensen niet zomaar hierheen komen. Nee. Dan gaat het echt niet goed met je? Nee. Anders kom je hier niet. Nee. Maar waarom ben je dit begonnen? Ik heb zelf PTSS en heb ik 7 jaar therapie gehad. Ik heb intern gelegen in het militair ziekenhuis. Dus met de handvaten die mij zijn aangeleerd probeer ik gewoon mensen te helpen. Posttraumatische stressstoornis, dat is het, hè? Ja. Ik kan me ook indenken dat de boel af en toe explodeert. Dat jij ineens, als jij ineens het helemaal niet meer aankan, dan is het ook heftig natuurlijk. Ja. Hoe wordt er dan ingegrepen of wat wordt er dan gedaan? Ik heb richtlijnen hoe ze met me om moeten gaan. Een paar weken geleden ben ik nog volledig door het lint heen gegaan. Er is hier een jonge boom met de takken die zijn gesneuveld. En een boksbal. Die is 17 keer door de sporthal heen geslingerd. Nou ja, goed. Dat is een boksbal voor, toch? Ja. Ik reageer niet op mensen. Ik reageer op mezelf. Ik krap mezelf helemaal kapot of ik sla mezelf helemaal kapot. Ja. En daarnaast zijn spullen zeggen me helemaal niks. Nee. Dus die gaan gewoon kapot. Ja. En dan zijn er een paar manieren om mij te kunnen benaderen, roepen. Dat ik nu in 2016 zit. Want dan is er in één keer een klik, dan ben ik terug in 82. Nou, we gaan lekker koken voor de mannen, dus ik heb wat ingrediënten meegenomen. En Patrick gaat mij helpen, hoop ik. Want, Patrick, het is een beetje zwaar. Oh, hoe is het? Goed. Ja? Druk. Druk? Ja. Want? Ja, feestdagen, volle bak binnen, 6 mensen. Echt intern, zeg maar? Ja. Jeetje joh, dat is veel. Vorige keer was 1 iemand, toch? Dan hadden we er 3. Ook 3, oké. Okay, 1 in beeld. Ja. Ja. En nu 6. 6 man? Ja. En maar extra met de kerst? Wow. Ja. Ja, dat is normaal. Dus, feestdagen, volle bak. Feestdagen, volle bak. En geen blaadjes meer aan de bomen. Goshie, dan wordt de tijd heftiger. Ja. En eten noodzakelijk, hè? Daarom. Ja.
Jongens, ik ben weer thuis. Wie heb ik nog niet gezien? Vast niet. Angelique. Larry. Hi. En jij woont hier tijdelijk. Ik ben Marco. Hi Marco. Hi. Hi. Jullie wonen hier nu allebei, ja. Even? Ja. Of noem je het geen wonen? Jawel. Hey, je woont hier toch? Ja. Je betaalt de huur, dus ja. Voorlopig zit je goed. Ja. Hoe bevalt het? Ja, goed. Ja? Ja. Waarom? Wat bevalt je? Rust. Had je nodig? Ja. Ja. Heb ik van Patrick gekregen? Nou, hij staat je goed. Ik kleed zo makkelijk. Hij kleedt ook af. Ja, ja, dat bedoel ik eigenlijk. Kom lekker zitten. Ja. Heb je al koffie? Nee, ik heb nog geen koffie. Jawel, staat er al. Oh, lekker, dankjewel. Wat galant. En sinds wanneer ben jij hier? Sinds half juni. Half juni? Ja. Dat is al best een tijd. Ja, of niet? Tijd vliegt. Ja, ja, tijd vliegt. Ja. Ja? Ja. En hoe is het om hier te zijn? Super. Ja? Ja, dat zou je niet verwachten misschien, maar... Nou, misschien ook wel. Het is een goede plek, lieve mensen. Ja, dat absoluut. Daarom noem ik het ook super. Ja. Ja, ik vind het geweldig, de opvang, hoe dat ik hier ben ontvangen, hoe dat ik ben binnengehaald. De begeleiding, alles. En wat is het, kun je verschil aangeven van toen je hier kwam en hoe het nu met je gaat? Is daar verschil in? Of niet? Ja, nogal. Ik was in het begin best wel gesloten. En ja, niet over problemen durven praten of uiten. Even kat uit de boom kijken. Maar gaat dus heel goed nou. Nou Patrick, ik wil weten, hoe was het? Jullie zijn op tv geweest. Wat vonden jullie ervan en wat is het effect geweest? Het effect is heel groot geweest. Gewoon mensen die een bericht sturen, ik heb nog kleding. Of er komen hier mensen aan de deur. We zijn naar de winkel geweest en ik heb een doosje extra gehaald voor jullie. Ja. Wat lief. Ja. Maar het verwarmend. Eigenlijk. Juist hem. En ook mensen die kwamen spelletjes brengen. Nog toen, ja, op die uitzending kwam een man en een vrouw een hele doos spelletjes brengen. Nieuwe spelletjes voor de mensen hier. Ja. Dus wat vind je het effect dan? Behalve dat mensen fysiek iets komen brengen. Wat merk je dan van het effect? Dat als je nou ergens bent en je hebt een trui of ik kom met mijn bus aanrijden wat opstaat. Dat ze je toch wel herkennen nu. Ja. Ja. En wat zeggen ze dan? Goed bezig. Ga zo door. Ja, dat is alleen maar goed. En vanuit Defensie hebben jullie een reactie gekregen? Ja, dat we goed bezig zijn. En dat ook mensen ook met vragen kwamen, zoals pro persona, de militair geneeskundige zorg. Dat is ideaal. En hoe vragen, noemen ze iets? Wat voor vragen kwamen ze mee? Of op een moment dat hun niet meer wisten, oké, wat moeten we dan gaan doen met een veteraan? En dan belden ze hierheen. Patrick, wat kunnen we doen? En 9 van de 10 keer kwamen ze hier en na een uur of 2, 3 was het alweer goed. Dan wisten ze wat er aan de hand was. Mijn god, dat betekent dus dat ze in de GGZ niet in staat zijn om... Ze zijn wel in staat, maar een veteraan ja, die heeft toch een andere problematiek dan een normaal iemand. Wat heb jij gehoord van het veteraneninloophuis? Via mevrouw. Die heeft dit uitgezocht. En zodoende ben ik hier beland. En wil je daar iets over vertellen? Want ik bedoel, hoezo is jouw vrouw dat gaan uitzoeken voor jou? Wil je dat vertellen of niet? Nee. Nee, mag nee zeggen? Dat is lang verhaal daarom. Oké. Okay. Ja. Maar je had hulp nodig, ja. Mag ik het zo zeggen? Ja. Daar komt wel op neer. Ja. Maar dan kom je hier met allemaal mensen die je niet kent, in principe, of wel? We hebben allemaal dezelfde achtergrond. En dan merk je gelijk, op het moment dat je hier binnenstapt, dat je een klik hebt. En dat is heel belangrijk. En ik denk dat de meeste mensen die hier zitten, ja, dat ook zo ervaren. En kun je uitleggen, hoe voel je die klik dan? Waar voel je dat? Waar komt dat door? Het heeft allemaal te maken met mijn dienstverleden. Op het moment dat je hier komt, de jongens kijken om je heen en je herkent gewoon jezelf. En door middel van de gesprekken die we met elkaar voeren, kom je erachter dat heel veel op elkaar lijken. Ja. Bijzonder, hè? Ja. Maar dat heeft dus te maken met vergelijkbare werkzaamheden, werkomgeving, ja, dingen die je hebt moeten doen of niet moeten doen.
Zo, en dan is er een klik. En dan, wat doet dat dan met jou? Hoe voelt dat? Het geeft me een bepaalde manier van rust. Dat is ook geen wat ik eigenlijk op zoek ben, naar rust. En dat krijg ik hier door de kameraden die ik om me heen heb. We are coming home. When you don't know what to do, and your mind is getting dark. Ik ben Richard Pieper en ik ben 67 jaar. Ik ben geboren in Utrecht, alleen geboren en de rest van die tijd in Apeldoorn. Ik zou natuurlijk wel een vriendin willen hebben om daar samen koffie mee te drinken, een eindje met mijn scooter te rijden. En dan gewoon eens een keer gezellig bij bekanden, om een beurt een keer eten. Of, ja. Ja, die kunnen niet altijd zo alleen blijven zitten en op de stoel. Dat is Coco. Coco wil er altijd bij zijn. Zelfs als hij het niet uit mag, ja, en dan wordt hij boos. Dat is mijn maatje. Ja. Richard Pieper zocht een vriendin om samen een kopje koffie mee te drinken. En dat heeft al een date opgeleverd. Come fly with me, let's fly away. Even een muur daar, Richard. Zo. Nou, vertel, hoe is je eerste afspraak gegaan? Je date. Hoe was dat? Ja, even vreemd. Ja? Ja, het was wel vreemd. Ja, zeg maar, ja, je kunt die mensen verder niet. Ja, het is toch spannend als je met de eerste keer weer in gesprek komt. Ja, dat lijkt me hartstikke spannend. Ja, en dan, om, om naar elkaar toe te komen met praten, dat is... En hoe ging, lukte dat een beetje? Ja, met die ene vrouw uit het Harde, dat was een misverkoop. Ja? En waarom dan? Ja, die vroeg een e-mailadres en dan gaf ze een postcode op en geen mail. En dat was het. Oh. Ja, en je kunt zoeken waar je zoeken wil natuurlijk, dan vind je door. Ik zei dan, stuur maar een berichtje en dan kan ik ook een foto sturen. Ja. Ja, dat kan het niet, zeg. Dan doe je... Oh, ja. Nou, dat was een heel kort contact. Ja, ja, dat was, ja. En een tweede? Een tweede? Ja, daar heb ik een paar keer gesprek mee gehad met die vrouw. Ja, op een gegeven moment, toen het zaterdag was, zei ze, nee, doe het niet. Toch niet? Nee. Kijk, Richard, we moeten iemand hebben die kijkt en die denkt, dat is een leuke, lieve man. Ja. Daar wil ik wel eens mee afspreken. Ja. Maar echt, daar ben ik nog niet, want anders had ik wel bij de film gezeten. That's what all the people say. Wauw, dat is groot, hè? Ja, heel mooi. You're riding high in April. Hou je van winkelen eigenlijk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben gewoon snuffelen. Ja? Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Hallo. Dus je bent niet zo'n man dat als een vrouw kleren gaat kopen, dat je buiten gaat staan? Ga je mee naar binnen? Nee, ik ga allemaal mee naar binnen. Ach, nou, dat is een voordeel. Er zit aan een bakkelieten telefoon. Ja, dat is ook voor jouw tijd, hè, dit? Ja, ja, dat is wel voor mijn tijd. Ik heb alleen als ouderwetse met een draaischijf. Dat komt nog. Ja? Want hoe lang ben je nu alleen dan? Bijna 5 jaar. Februari wordt 5 jaar. Dat is best lang, hè? Ja. Ja. Ja, je mist toch wat? Wat mis je? Ja, je mist, ja, s'avonds een keer met elkaar praten zo, en zo. Ja, en samen weg. Dus nu ga je altijd alleen weg. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Ben je romantisch eigenlijk? Ja, hoor. Ja? Ja, bij mijn thuiskamer met alle kistspullen. Dan zeg maar zo dat we rijden, dan denk je versierd. Je hebt het allemaal versierd? Ja, ja. Dus ondanks dat je alleen bent, ja, maak je het toch mooi? Ja, 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 dat wil ik. Daar hou ik ook van. Je kan hier zelfs koffie drinken. Heb je zin in een kopje koffie? Ja. Richard, heb jij kinderen? Ja, ik heb 2 zoons en 4 kleinkinderen. En een hele lieve schoondochter. Daar ben ik super blij mee. Ja? Ja. En wat vinden zij ervan, van je wens om weer een vriendin? Het is leuk dat dat doet. Welke leeftijd zoek je eigenlijk? Tussen de 65 en 70. Ik ben, ja, ik heb zelf nou bijna 69. Ik heb de vorige keer gelogen. Want ik denk toch 67, maar toen zegt mijn zoon, hoe kom je daarbij? Hij zei, je wordt 69, pa. Ja, ja. Ja, dat heb ik afgelopen jaar tegen iedereen gezegd. Jullie zijn de kleinkinderen, hè? Ja. Van opa. En dan zoekt opa een vriendinnetje. Ja. Ja, wat vind je daarvan?
leuk. Vind je dat leuk? En waarom dan? Is opa in zijn eentje niet gelukkig, denk je? Nee? Wat vind jij ervan? In zijn eentje niet, nee, maar als hij vrouw hebt, dan wel. En kunnen we samen scooteren. Samen scooteren? Ja. Lekker op de scooter. Ja. Dit vind ik leuk. Dat hadden wij vroeger thuis, met van die stokjes erin. Ja. En ja, dan kun je allemaal daar verschillende soorten pinda's. Maar omschrijf nou eens die vrouw voor jou, waar moet ze aan voldoen? Wat voor gewoon een lieve, vlotte vrouw. Die ook van gezelligheid houdt. En dan af en toe een keer lekker eten. Ja, dat vind ik wel zoiets. En wat vind je lekker eten? Ja, Berlies en een stamppot. Die van lekker eten houdt, een stamppot, ja? Ja, dat vind ik heerlijk. Dat is al een stamppot. En qua lengte, want ik ben echt inimini vergeleken bij jou. Ik ben 1,85. Ja, maar wat, je ideale vrouw, wat voor lengte? Nou, mijn vrouw was ongeveer dezelfde hoogte als jou. Oh ja, dus dat mag wel. Ja, dat mag. Het hoeft niet een grote te zijn. Nee, maar ook niet kleiner. And don't tell your mama. Wat doe jij voor werk? Ik ben ambulancechauffeur, hulpverlener. En wat kom je hier doen dan? Ik ben ook veteraan. Ik heb 14 jaar bij Defensie gewerkt. Ja. Ooit geconstateerd met posttraumatische stress. In toch wel een van de zwaardere vormen. Dus met hallucinaties overdag en dat soort zaken. Voor behandeld geweest. Onwijs goed uit hersteld. En het vak weer opgepakt waar ik het had gelaten. En eigenlijk mijn aandeel hier. De veteranen die je hier over het algemeen ziet, zijn de meesten die tussen wal en schip zitten. Ja. En dan ga je de dingen om je heen ga je voorabben zakken. Dus dan interesseert je niks meer. Je kan niet meer de schakeling maken naar mensen toe waarom ze iets wel of niet snappen. Familie wordt vaak een probleem, relatie wordt een probleem. Ja. Bij mij kost het een relatie van 12 jaar met 2 kinderen. En een hypotheekschuld. Dan heb je dat allemaal meegemaakt. Je hebt in het leger gezeten, je hebt heftige dingen meegemaakt. Je bent eraan onderdoor gegaan ook. Uiteindelijk, ja. En er weer uitgekomen. En dan ga je deze mensen opzoeken. Ja. Die daar nog in zit. Dit is mijn familie. Ja? Ja. Jongens, ik ben weer thuis. Boodschappen. Fijn. Ja, hè? Jij bent Tessa. Ik ben Tessa. En door jou zijn we hier eigenlijk, of niet? Ja, blijkbaar. Ja, jij hebt de eerste oproep gedaan. Ja, en ik ben geen veteraan, mijn man is veteraan en wij komen hier. Mijn man is inmiddels vrijwilliger geworden. Maar ook om een beetje zijn plekje te vinden, zeg maar, tussen gelijkgestemden. Ja. En toen wij hier een paar keer waren geweest, dacht ik, nou, dat is echt een fantastische plek. Alleen, niemand kent het echt. Ja. Hè, het vindt zijn weg wel tussen de veteranen, maar de gemeente Arnhem en alles eromheen en de mensen die eventueel het kunnen betekenen voor het veteranenhuis, die kennen het niet. Dus ik heb een mailtje gestuurd van, joh, weet je, ze hebben spullen nodig, ze hebben eten, kleding, noem het maar op, wat, dat kunnen ze gebruiken, kunnen jullie hè, daar wat mee? En toen kreeg ik een belletje van Omroep Gelderland van, joh, dat vonden we wel een mooi stukje. We komen wel, ja. Eet jij geen varken? Nee. Runde gehakt wel, hè? Ja. Dit is altijd groot, hè? Dit is altijd veel. Het zijn hele andere veelheden. Ja. Help me herinneren dat er één iemand dus geen varken eten. Ja, je mag geen spekjes erbij. Hè? Nee. Maar je zit op de ambulance, hè? Vorige keer zag ik jou een broederpak aan hebben. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, eigenlijk. Heb je de indruk dat door de uitzending dat mensen een ander beeld hebben gekregen van militairen of veteranen? Kan ik niet bevestigen, maar ik hoop het wel. Ik heb zelf ervaren hoe het in de tijd was als je met posttraumatische klachten te kampen krijgt, hoe de maatschappij erop reageert. Gaat een mooie maquette maken. Ja.
En dan komen de boompjes op en die voertuigen. En dan maak je de grote wereld in het klein? Ja, zo? Eigenlijk wel, ja. Ja. En wat kan jij hier delen dan met veteranen wat je daar buiten niet kan? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Je hoeft maar even hulp nodig te hebben of zo. En ze staan voor je klaar hier. Zo. En dat deed je in de burgermaatschappij niet zo. Het is niet altijd de stoere militair die terugkomt. Het kan ook de gekwetste militair zijn die terugkomt. Wat mensen gewoon niet moeten vergeten is dat er achter elke militair gewoon een vader, een broer, een man, een vrouw, een moeder. Hè? Dat eigenlijk de grondslag is. Ik mag jou iets aanbieden namens het inloophuis. Wat heb je nou weer voor mooi? Dat is een hele mooie paracord armband. Yeah. En de historie gaat terug dat militairen vroeger paracord om hun arm hadden. Yeah. Dat konden ze gebruiken als ze in nood zaten. Nou, dankjewel. Heb ik weer zoiets moois. Moois, hè? Ik doe nog even een oproep, want ze zoeken dus eten. Als je dat wilt brengen, heel erg welkom. En knutselspullen. Het is fijn om dingen te doen te hebben. Dus, Veteraneninloophuis in Arnhem, meld je allemaal met eten en knutselspullen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens. Eet smakelijk. Dankjewel. Yay. Ging goed, hè?